Bij online verkopen is conversie natuurlijk heel belangrijk. Want als de mensen op je website komen en ze besluiten jouw product of dienst te kopen, ja, dan willen ze natuurlijk gaan betalen met een betaalmethode die hun beste uitkomt. En ja, bij heel veel bedrijven die bieden een creditcard aan of PayPal betaling. Maar ja, dat is toch wel een conversiekiller, eh, vooral in Nederland en België. Omdat niet alle mensen een PayPal account hebben of een creditcard of een debitcard. Dus dan haken ze af. Nou, dat wil je niet. We hebben geluisterd naar onze klanten en uh, ja, we hebben Molly geïntegreerd. Molly is een payment provider uit Nederland. En, ja, hiermee kun je eigenlijk alle betaalsmogelijkheden kun je aanbieden. Zelfs ook creditcard, zelfs Paypal. Maar het meest belangrijke natuurlijk Ideal bankcontact en nog veel meer andere betaalmogelijkheden. Nou, bij Molly kun je dus een gratis account openen, kost je niks. En uh, ja, op de Molly website kun jij zien wat ze bieden en wat de kosten zijn van hun transactie. Want Molly doet niet meer dan de betalingstransactie verwezenlijken en ja daarvoor moet je natuurlijk wel Molly koppelen aan de All Super Checkout. Nou, het is ook geschikt voor bijvoorbeeld webshops, maar ook vooral voor onze Super Checkout en dat is het meest belangrijke, want uh, ja heel veel mensen maken daar gebruik van. Vooral als jij bijvoorbeeld een online programma verkoopt of een e-book um, ja, of uh, eventueel een van je diensten uh, je aanbiedt, een digitale dienst, coaching sessie of iets dergelijks, dan wil natuurlijk dat de mensen kunnen betalen met Ideal en dan eventueel automatisch uh, ook toegang krijgen tot jouw product. Nou, daar gaat het om. En ja, dus stap 1 is een molly account aanmaken. Nou, als je eenmaal een molly account hebt aangemaakt, dan kun je inloggen. Nou, ik ga nu naar mijn dashboard. Ik log in in mijn dashboard. En in Molly kun jij dus betaalprofielen aanmaken. Nou, ik heb even kijken. Ik ga naar mijn uh, instellingen hier. En dan zie je dat ik uh, een aantal websiteprofielen heb. Ik heb een website-profiel van uh, Win-Win Ik heb een website-profiel van Maciel Bibilis. En ik heb een website-profiel van, even kijken, com Agency. Je websiteprofielen moet je aanmaken en uh, ja, je moet daar alle gegevens invullen. Het is natuurlijk belangrijk dat jij uh, de, de, ook de gegevens dan aanbiedt. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel uit uitreksel van het bedrijf wat je wil aansluiten. Dus je wil een websiteprofiel aanmaken, daarvoor moet je website live zijn. Uh, je moet daar de gegevens uh, van je bedrijf uh, ook, uh, ook hebben neergezet. En de algemene voorwaarden. Dat is heel belangrijk. Nou, als die eenmaal goedgekeurd is, kun jij bij je websiteprofiel. En als je dat gedaan hebt, dan kun jij je websiteprofiel kun jij dus aanpassen. En je kan hier dus bijvoorbeeld, uh, nou hier heb ik al mijn contactgegevens ingevuld. Nou, ik geef deze naam jean En nou, ik heb uh, alle betaalmethodes die ik op dit websiteprofiel wil, uh, wil ontvangen, heb ik hier aangemaakt. Het enige wat ik te doen is deze te selecteren. En wil ik gebruik maken van creditcard, Apple Pay of iets dergelijks, ja, dan zal ik nog aanvullende informatie moeten versturen. Maar Ideal kun je zo aanzetten, en Paypal kun je aanzetten. Je kan ook Paypal-betalingen dus Paypal hier ontvangen. En Sofort Banking heb ik aangevinkt, en Bancontact heb ik aangevinkt. Dus zo zijn er nog veel meer betaalmogelijkheden die je kan aanzetten. Maar voor uh, ja, dit profiel is dit voldoende. Maar je ziet er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan zelfs automatisch een Casso aanvinken. Zo kun je dus ook automatisch in Casso incasseren. Nou, um, het werkt gewoon vrij eenvoudig. Het enige wat je moet doen is dit gewoon aan te zetten. Nou, wat nu belangrijk is, is dat je gaat nu naar... Uh, even kijken, we gaan nu naar onze uh, developers kant. Ja, deze kant. En dan zie je hier dat dit website profiel heeft deze, ap uh, deze API key. En eventueel als jij uh, dus een proefbetaling wil gaan doen... om te kijken of het werkt, kun jij deze API-key kun jij gebruiken om te kijken of het allemaal werkt. Nou, ik doe dat niet, want ja, ik heb ze allemaal al van tevoren getest. En, uh, maar wil jij dat wel doen, dan kun jij deze API-key gebruiken om eens te testen. Nou, ik pak gelijk de live, live API-key. Wat ik ga doen is kopiëren. Dus ik kopieer deze live API-key. En die koppel ik dan aan mijn Builderall Super Checkout. Nou, voor dat ga je natuurlijk naar, uh, naar de website waar jij je Super Checkout hebt. ...gekoppeld en waar jij eventueel je product aanbiedt. Nou, voor mij is dit de Learn to Go Online Bootcamp... ...waar ik dus een training aanbied uh, hoe te starten met een online business. En uh, in, ook uh, in combinatie met alle tools die je nodig hebt onder BuilderAll. Nou, daarvoor ga je dus naar de Super Checkout, klik je hierop... ...en dan kom je in de Super Checkout. Nou, de Super Checkout van BuilderAll is een geweldig betaalplatform... Uh, ...eigenlijk betaalsysteem waarmee jij dus je producten kunt aanmaken... ...en kunt verkopen. Je kan uh, eventueel ook speciale offers, zoals we het noemen, speciale aanbiedingen aanmaken. kortings Hier zie je dan alle verkopen die je hebt gedaan. Dus ik ga even naar all sales. Hier kun je dus alle verkopen bijhouden. En uh, je kan zelfs affiliates aanmaken. Dus je gaat naar affiliates. En nou, wat zijn affiliates? Affiliates zijn mensen die mijn product promoten. En uh, ja, als zij dus uh, mijn product verkopen, krijgen ze een commissie. Nou, dat kun je dus allemaal hier allemaal managen. Uh, je kan hier zien uh, of er nog affiliates zijn die nog moeten worden goedgekeurd. Uitbetaling van affiliates. En uh, ja, hier eventueel kun jij nog, uh, omdat dit affiliate marketing systeem, kun jij dus, aan, aan, dus aanbieden in twee tiers, zoals ze noemen, in twee lagen. Kun jij eventueel de tree hier bekijken. Nou, um, dan is even een hele korte uitleg over de Super Checkout. Nou, je gaat naar producten. En daar heb ik een aantal producten gemaakt. Nou, dit is de Learn2Go Online Bootcamp en ik wil dus Molly gaan. Ik de koppeling maken met Molly en ik klik op Edit. Nou, ik heb dit product natuurlijk al aangemaakt, maar ik laat je even zien hoe snel dat gaat. Je gaat naar Pricing en je ziet hier de PayPal Stripe en ik heb hier Molly gekoppeld. Oké. Okay? Nou, als je dit voor de eerste keer doet, als je Molly voor de eerste keer dus gaat, ik doe het nu eventjes puur om te laten zien hoe het gaat. Ik heb Molly dus al gekoppeld, dus ik hoef het niet nog een keer te doen. Maar het enige wat je hoeft te doen is hier de API-key in kopiëren. En dan hier eventueel het Molly-account. Oké, okay, dus ik schrijf het gewoon als Molly1. Nou, als ik ok klik, dan is Molly gekoppeld aan de supercheck-out. En ja, het mooie daarvan is, je hoeft verder niks te doen. Hij is gekoppeld aan jouw Molly-account, aan jouw website-profiel. En hij toont ook de betalingen die daarvoor ook. ...worden aangeboden. Nou, hoe ziet het eruit? Ik ga nu naar producten. En ik ga even naar links om te laten zien hoe het eruit ziet. Ik ga naar de checkout URL. Die kopieer ik. Hierin. Nou, dit is uh, eigenlijk... ...als er mensen op de knop klikken wat er gebeurt... ...komen ze uh, in dit afrekenveld. Dus dit is het, dit is het build All Checkout systeem. Nou, Je ziet hier het kost 247 euro ex-btw kom komt btw bij. Nou, als ik naar ga verder ga. Dan kom ik in stap 2. En daar moet ik mijn bedrijfsgegevens invullen eventueel. Of, of, of mijn persoonlijke gegevens. Nou, de klantinformatie, Nederlands. Nou, persoonlijk of business. Nou, als ik bijvoorbeeld persoonlijk klik, dan hoef ik geen btw nummer in te voeren. Ik maak een wachtwoord aan, want mensen die bijvoorbeeld uh, mijn product aankopen, die komen automatisch in mijn e-learning platform krijgen daar uh, ook uh, ook bericht van en ze moeten ze eerst zelf een wachtwoord aanmaken en ik maak even snel een wachtwoord aan oké okay. nou als ik nu op de knop koop klik oh ik moet natuurlijk de wachtwoorden wel overeen laten komen zo overnieuw boom en als ik nu dus op de knop klik, koop dit product, dan word ik doorgeleid naar Molly naar, uh, naar de betaling. En hier kan ik kiezen tussen Ideal, Paypal, Support Banking en Bankcontact. Dit zijn de opties die ik heb aangevinkt. En uh, ja, kies ik voor Ideal bijvoorbeeld, kan men eventueel een bank kiezen. En nou, de Rabobank. Hoppakee. Dan word ik doorgeleid naar de Rabobank betaling en hier kan ik het, het bedrag van 298 euro kiezen. Of uh, dan betalen en uh, ja, na betaling krijgen ze toegang tot mijn e-learning platform. Dus zo eenvoudig is dat om Molly te koppelen aan een super checkout. En het wat we gedaan hebben is de API key gekoppeld in jouw beelden All Super Checkout. In de beelden All Super Checkout kun je ook bump -cells, uh, kun je aanbieden. Dus uh, bij de checkout kun je ook eventueel uh, nog een aanvullende verkoop, uh, wat uh, ook gerelateerd is aan je product. Mensen hoeven alleen maar aan te vinken dat ze het ook erbij willen hebben. Wat ik dus nog kan aanbieden is een-op-een een -een coachingsgesprek. Nou, dit is een korte demo uh, hoe het werkt en hoe je molly koppelt uh, aan de Beeloo Super Checkout en waarmee je dus ideal bankcontactbetalingen kan aanbieden, maar ook eventueel PayPal en creditcard, allemaal vanuit één account. Oké, okay, succes met je verkopen en ik zie je snel.